We hebben beslist vanuit het begin om geen spektakels te kopen, maar we willen alles zelf schrijven. En dat is precies de fun. Het is heel interessant, want je start met een onderwerp te kiezen. Dan u hebt een blanco pagina, u moet een script starten schrijven, u moet aan de logistiek starten denken. Dus het is een heel challenge, maar het is boeiend wanneer we een eerste resultaat zien. Concept. We spelen namelijk op twee verschillende plaatsen dezelfde periode, maar telkens bekeken vanuit een andere invalshoek. Het publiek wordt dus in twee groepen van 700 personen gesplitst. Een deel kijkt naar de Belgische revolutie en het andere 750 kijken naar het Hollandse visie. Dan wisselen zij. Nadien volgt een grote apotheose op een derde plaats. Het stuntpaarden, stuntmannen, verzetstrijders op barricades, soldaten op alle hoeken van het kasteel, maar vooral met een straf verhaal gespeeld door fantastische acteurs. We gaan heel dicht bij het publiek. Dus we moeten emotie voelen. Daar gaan we voor. Niets meer dan een fout.